Leuk dat jullie kijken naar Mr. Theme Park Fans. En ben vandaag in Plopsaland. Ik ging normaal buffet gaan eten hier in Plopsa Hotel. Maar ik ben daar niet aan toegeraakt vandaag. Dus, ja, dan is het iets anders dat we gaan filmen vandaag. Alright. Maar jullie krijgen dat nog te goed. Vandaag een beetje een video die uit mijn comfortzone is. Want het gaat over dit. €48,50 betaal je vanaf een meter en personen met een beperking betalen €36. En als je 70 plus bent, betaal je €18. Zo zit het in elkaar. En nu kunnen jullie zich afvragen, ja, maar wat heeft dat vandaag te maken met deze video dat ik hier ga maken? Wel, ik ga jullie dat zo dadelijk een keer uitleggen. Want als bezoeker zie ik heel veel, kom ik ook veel te weten en dergelijke. En ja, sommige dingen vind ik eigenlijk minder tof als je het meemaakt als bezoeker. En dat is geen haat naar de medewerkers van Plopsa, zeker niet. Dat is gewoon iets die er is dat ik ga vertellen. Ik ga eerst aan me de hele rij trotseren. Hallo. Dat was vandaag het plan om het buffet te gaan doen. Maar ja, mijn Jordi is weer te laat, want het is Vadertjesstaatdag vandaag. Dus we moesten gaan stemmen vandaag voor Vadertjesstaat. En het is ook Vadertjesdag. Alright. Vandaag, in deze video, is het echt een video uit mijn comfortzone, zoals ik al vertelde. En ik ga er nog een keer op benadrukken. Dit is geen haat naar de Plopsa-medewerkers toe. Dit is gewoon de realiteit dat ik het meemaak als bezoeker hier in het park. En ik ga hier beginnen hier bij bepaalde attracties. Want, ja, af en toe lees ik ook een keer de reacties op internet. En heel veel mensen die zeggen dan, ja, wij betalen de volle pot en ons tint mag er helaas niet op. Wel, aan de ingang heb je ook zo'n bord staan met alle attracties van het park. Hoe groot je mag zijn om erop te gaan. Voor bepaalde attracties mag je er niet zelfstandig in. Voor bepaalde attracties heb je begeleiding nodig. Voor bepaalde attracties mag je er alleen in. Voor de oplettende kijker heb je ook gezien hoe groot dat je moest zijn. En dan zijn we aanbeland bij de bloemenmolen. Een attractie waar er ook heel veel problemen mee zijn in verband met lengtes. En voor de oplettende kijkers, dit is echt een mega tip, heb je een bordje die erop staat wanneer je alleen mag gaan met begeleiding of wanneer je er niet op mag gaan. Wel, altijd aan te raden is als je naar een attractie gaat, is dat je een keer langs dat bord passeert, dat je niet zeker bent. Is dat voldoende goed aangegeven? Kijk, hier staat het nog een keer hieronder. Je kunt er niet naast kijken. Nu zeggen jullie het waarschijnlijk in zichzelf. Ja, maar ja, Jordi, wat heeft dat er allemaal mee te maken? Wel, heel veel vandaag. Want bij elke attractie heb je dat bordje hier staan. Het vlot, bij deze attractie staat het 1 keer, 2 keer en een meetlat is nummer 3. Hetzelfde heb je bij de swingboom en de waterlelies. Dan zie je hier, want kijk, dat is met begeleiding, dat is alleen en dat is totaal niet. Ben je niet zeker, kun je er altijd komen meten. En bij elke attractie staat er zo'n paal. Ik hoor jullie nu al afkomen. Wat heeft dat nu te maken met deze video van vandaag? Wel, ik ga jullie dat zo dadelijk verder uitleggen. Maar eerst wil ik nog iets anders kwijt. Want er is Studio 100 Festival hier in Plopsaland te pannen. En ja hoor, Studio 100 Festival gaat deze maand helaas niet meer door. Nee. Je hebt toch ongeveer een 15, 16, misschien 17-tal figuurtjes die daar op het einde van de dag een dans kunnen doen. En ja, dat is op dit moment afgeschaft. Zijn het besparingen? Zijn het, is het gewoon verlof dat die mensen genomen hebben? Weet ik niet, maar het is afgeschaft. Het is er niet deze maand. Het is jammer, want het was nogthans aangegeven met de reclame. Elke dag een groot feest. Wel, ja, het is nog altijd een feest, maar een minder groot feest. Want het grote feest was dit hier op het podium. Ja, helaas. Heel de maand juni afgeschaft. Enkel de parade gaat door, de meet and greets en dergelijke. En dan zijn er nog een paar dingen. Ik was hier afgelopen vrijdag en er zijn een paar dingen die mij opgevallen hebben. Studio 100 heeft natuurlijk
een heel nieuw beleid hier in het park en wil heel veel veranderen, wil Disney achterna doen. Gaat het hun lukken? Dat is de grote vraag. En ze hebben natuurlijk ook een nieuw logo voor het Plopsa Theater. Ik vraag me eigenlijk af hoe lang het contract nog loopt met Proximus, dat het al ten einde is, ja of nee. Want uiteindelijk, als ze reclame maken over het Plopsa Theater, zou je dan ook verwachten dat ze het logo zouden aanpassen. Nee, helaas niet, want het logo is nog steeds van Proximus. En dan hebben we iets vrij bijzonders hier, want er vallen hier dingen naar beneden. En dat is een beetje raar, het is niet meer de eerste keer dat ik er naar keek en ik stond er naar en het valt naar beneden. Gelukkig heb ik dit niet zien vallen naar beneden, maar echt proper ziet het er ook niet uit. Ik hoop dat ze het binnenkort wel een keer gaan aanpassen. En eerlijk gezegd zou het wel een keer een schilderbeurtje kunnen gebruiken. Hier en daar zijn er al dingen stuk. Dat is een beetje het jammere eraan. Als ook hier bij het Plopsa Theater, of het Studio 100 Theater, hoe het ook noemt nu, daar zijn er toch ook wel een beetje werken aan. Daar aan die gebouwtjes zijn er ook werken aan. Dus ik zou toch wel een keer opknappen, moest ik van Plopsa zijn. Het zou fijn zijn. Nu komen we tot de essentie van deze video. We hebben verschillende soorten publiek hier in het park. We hebben de voorbereidende mensen. We hebben de mensen die gewoon als bezoeker naar het park komen om een leuke dag te hebben. We hebben bezoekers die komen voor hun kinderen te plezieren, maar dat ze er zelf geen zin in hebben. En je hebt nog verschillende soorten bezoekers, maar dat zijn de drie grootste dingen. Je hebt ook nog de genieters. Je hebt de pretparkfans, waaronder ik dan. En zo is er voor elk wat wils hier in het park. Nu, het volgende probleem is wat je af en toe een keer meemaakt als je in een wachtrij staat. En er gaan zeker mensen zijn die kijken naar deze video die dat gaan kunnen beamen als dat zo is. De bloemenmolen is zo een zeer mooi voorbeeld. En daarom dat ik ook zei van de bloemenmolen, fantastisch voorbeeld. Want heel veel mensen denken, ja, die molen is voor kinderen. Ja en nee. Je moet er relatief groot zijn om erop te mogen eigenlijk. Je hebt dat gezien als ik het aankaartte. Het moet bijna een meter groot zijn. Ja, en dan zeggen de mensen van, ja, maar wij betalen wel de volle pot voor dat kind. En ik heb de volle pot betaald. Dus gaan ze ervan uit dat dat kind erop mag. Zo werkt het niet. Het is niet omdat je de volle pot betaalt. En heel veel mensen denken dan, ja, maar ik ga de volle pot betalen. En dan mogen ze overal op. Ja, nee, zo werkt het ook niet. Het is gewoon, het werkt. Uw kind heeft een bepaalde grootte. Uw kind mag op die attractie van een bepaalde grootte of met begeleiding of totaal niet. Zo werkt het gewoon. Want wij als volwassenen mogen ook niet overal op. Ook al hebben wij de volle pot betaald, op deze attractie mogen wij niet als volwassenen. En hier ook terug een meetlatje. In heel veel grote parken staat er een medewerker voor de ingang om te meten dat uw kind er wel of niet op mag. Dat is handig, want zo vermijd je heel veel discussie aan de attractie zelf. Dan vermijd je opstropping aan de wachtrij. Want uiteindelijk, elke minuut dat de medewerker bezig is met een bezoeker die minder tevreden is over mag mijn kind daarop, ja of nee? Dat is elke minuut langer wachten, want dan kan die attractie niet draaien. Er zijn nog problemen. En ik vind het nog niet het grootste probleem, om eerlijk te zijn. Wat ik daarnet vertelde, er komt een nog groter probleem aan dat gaan aankaarten in de video. En dat vind ik nog het ergst van allemaal. Begrijp het volledig. Maar het is voor niemand fijn. En ik heb soms het gevoel dat mensen in de wachtrij, bezoekers dus, zonder beperking, het soms niet snappen waarom dat bepaalde regels er zijn en waarom bepaalde regels er niet zijn. Het is voor niemand fijn, maar oké. Het is een mooi voorbeeld. Maar hier moet je niet zo groot zijn voor erop te mogen.
Hier aan de Ride to Happiness heb je helemaal twee soorten. Ofwel mag je er alleen in, ofwel mag je er totaal niet in. Hier net terug hetzelfde. Je hebt hier 1,30 meter dat je moet zijn, een meetlatje en hier groen is oké. Okay. Nee, zeker. Staat hier ook nog een keer. Wauw, mooi, mooi, mooi. In deze video wil ik gewoon aankaarten van ga goed voorbereid naar het park. Het staat allemaal online. Welke grootte je moet hebben, ga er zelfs een keer de app bij halen, want daar kun je het ook terugvinden. Op de site van Plopsa staat het er ook. Dus je kunt echt wel heel goed voorbereid naar het park komen. Ik ga hier even een keer de app openen van Plopsa. Oei. Met één hand filmen en een hand tikken. Dat gaat relatief moeilijk, maar oké, we gaan ervoor. Alright. Dus, je hebt een app van Plopsaland, dat ziet er dan zo uit. Leuk. Okay. En dan ga je bijvoorbeeld naar een bepaalde attractie, de nachtwachtflyer zoals je ziet. En dan zie je hoe groot je moet zijn. Voor erop te mogen of met begeleiding. Altijd handig dat je het niet zeker bent. Aan de ingang krijg je ook een stempel als je bepaalde grootte hebt en daaraan aan de hand kun je ook een beetje min of meer uitmaken van mag erop ja of nee. Dat is eigenlijk hetgeen wat ik wil aankaarten van het staat goed aangeduid en ik weet dat dat gebeurt, dat de mensen toch in de wachtrij gaan of niet opletten, dat is normaal. En dat begrijp ik. Daarom staan er ook medewerkers in grote parken, omdat ze weten dat dat gebeurt. Ja, hier in Plopsaland gaan ze dat niet doen, want ja, als ze nu al de grote show aflassen, waarom zouden ze dan bij iedere attractie personeel zetten om dat te doen? Want ja, ze schaffen toch al dingen af, dus het moet zijn dat ze ergens weer aan het besparen zijn. Dus oké, maar we gaan nu naar het volgende keer gaan en Heidi Draait is daar een zeer mooi voorbeeld van. Daar heb ik al een paar keer in de wachtrij gestaan. Mensen worden gewoon boos in de wachtrij. Het is niet tof. Goed, ik wil nog een keer benadrukken in deze video, dit is absoluut geen haat naar de Plopsa medewerkers. Want uiteindelijk is het soms wel een beetje aan de bezoekers om op te letten. En ja, wat ik nu ga vertellen is ook hetgeen wat ik al meegemaakt heb in de wachtrij. Ik vind het gewoon soms verschrikkelijk voor de medewerker, voor de persoon in kwestie. En dan nog een keer de gewone wachtrij waarvan dan de mensen geen respect hebben voor de persoon in kwestie. En ja, het was gewoon een grote ramp, ik had zo zeggen. En dat eigenlijk gewoon met verschillende factoren samen te maken. 1. De mensen stapten eigenlijk al in, zonder toestemming, want zo slim zijn ze. Ze mogen er niet in, maar toch zeggen ze van we gaan er al in steken en dan begint de miserie.
Wat is er aan de hand bij Heidi de Ruit? Dit is een stukje van de minder mobiele mensen die daar wel interesse voor kunnen hebben of die het misschien zelf al een keer meegemaakt hebben. Geen idee, maar er is hier iets aan de hand bij Heidi de Ruit. Mensen die minder mobiel zijn, die mogen via de uitgang op de attractie. En hier zo in Klopsaland ga je minder mobiel, maar mag je bij elke attractie via de uitgang naar binnen. En dat is dan via deze trap dat je naar binnen gaat. Maar wat gebeurt er daar nu exact? Dus uiteindelijk, mensen die minder goed kunnen stappen, die kunnen soms die attractie betreden, soms ook niet. Ik weet niet wat de regelmaat daarin is. Maar een medewerker is altijd verantwoordelijk als er iets gebeurt met de attractie. Dus stel, er is een persoon die minder mobiel is. Die kan niet goed op de trappen. En stel, want dat is exact wat er gebeurd is. Dat was een persoon die niet heel goed kon stappen. Die had hulp nodig om in te stappen. Niet aan te raden op dat, hè. Dus je hebt al hulp nodig om in te stappen. Je kunt er niet zelfstandig in stappen. En ze waren eigenlijk ook niet in orde met de papieren. Blijkbaar heb je een bandje nodig en een blad dat je moet kunnen voorleggen aan de medewerkers. Je kunt het eigenlijk vergelijken zoals bij ons als YouTuber dat we naar Bobbejaanland gaan. Hebben we ook een blad nodig waarvan dat we eigenlijk aantonen van kijk, wij zijn verantwoordelijk als er iets gebeurt met onze camera bij de attractie, dan zijn wij verantwoordelijk. Dat onderteken je gewoon. Dus je bent verantwoordelijk voor hetgeen wat dat je, ja, als je hem verliest en er is een probleem aan de attractie, ben je daar eigenlijk verantwoordelijk voor. Op dat komt het neer. Zodanig dat het park niet aansprakelijk is. Daarom vragen ze toestemming. Daarom heb je dat blad nodig, heb je dat niet, dan kun je wel een probleem hebben. En is dan een medewerker voor te zeggen ja of nee. Exact hetzelfde is dat hier bij de minder mobiele mensen. Maar stel, je bent minder mobiel. Je hebt hulp nodig om in te stappen. En het ergste dat er kan gebeuren, is dat de medewerker zegt, oké, het is goed, ze zijn het door de vingers. En die stuurt dat door. En die komt hier op de lifthill vast te zitten. Die persoon kan niet zelfstandig uitstappen. Wat moet er dan gebeuren? De brandweer moet afkomen. Want ja, die persoon kan er niet zelfstandig af. Dus het is gevaarlijk. Maar wie is er verantwoordelijk? Dat is de medewerker die de attractie heeft doorgestuurd. Daarom, dat duidelijk zei, dit is geen haat naar de medewerkers. Die medewerker heeft op dat moment zijn job gedaan door die persoon te weigeren. Want stel dat die daar vast komt te staan en die persoon kan daar niet zelfstandig uit, dan is er wel een groot probleem. En dat is hier exact wat er aan de hand is. En mensen verstaan het soms niet. Er was iemand in de wachtrij die zei van potverdorie, laat dat kind daar toch op en dat heeft veel verdriet en dit of dat. Ja, ik had zoiets van, moest ik zelf medewerker geweest zijn, ging het ook niet toegelaten hebben. Dus daarom vind ik het een vrij ambetant onderwerp vandaag, want het is niet tof, maar het gebeurt elke dag. En het ergste van al is nog, en ik zie het elke dag, hey, vrijdag was teruggang, hey. Ze wachten op het einde van de dag de medewerker op en ze beginnen er nog een keer over te zagen. Het is echt verschrikkelijk. Zelfs mensen die met hun kind er niet op mogen, ook al was het zo, een medewerker was 100% in zijn recht, dan wordt de medewerker van de bezoeker eigenlijk uitgekafferd. Je wilt dat niet geweten hebben. Het is niet plezant. Het is niet plezant, echt niet. En uiteindelijk, hey, kun je er zelfs als bezoeker iets aan doen. We kunnen het vermijden. Maar ja, ondertussen, mensen zijn een beetje eigenwijs. Dat is gewoon zo. Maar ondertussen zit heel die wachtrij op te houden door gewoon iemand die ze gelijk wil halen, die uiteindelijk ze gelijk niet heeft. Maar je bent wel 15 minuten kwijt of zo. En dan heb je wel een hele rij die tegen je zit te zagen. Ja, doe het gewoon niet. En dat wil ik aankaarten met deze video. Ga voorbereid naar Plopsaland, bereid je voor. En dan heb je al heel veel problemen dat je gewoon kunt vermijden. Bepaalde dingen kun je niet vermijden. Dat is zo. Is er file op de parking of ja, heb je een probleem met de slagboom en sta je daar te sukkelen,
dat kun je niet vermijden. Dat kom ik zelf ook tegen. Je kunt dat niet vermijden. Maar bepaalde dingen kun je echt supergoed vermijden hier in het park. En dat vind ik jammer. En ik hoor het elke dag. Elke dag dat kom je het wel tegen. Het is echt ja, jammer eigenlijk. En de medewerkers zijn daar niet goed van. Omdat ze weten van, we hebben gelijk. Ja. En dat is jammer. Ik vind dat jammer. Het staat echt wel super goed aangeduid. Hoe groot je moet zijn om erin te mogen. Het staat hier aangeduid. Er staat een meetlat. Het staat op internet. Het staat vooraan aan het park. Je moet eigenlijk echt al heel veel moeite doen om het niet te zien. Over 15 minuten start de show Boomba maakt muziek in het theater van Circus Boomba. Ik heb nu misschien 20 minuten staan zeveren over bepaalde ergernissen dat je kunt tegenkomen hier in het park. We gaan een keer een roetsbaan doen. Er zijn hier nog mensen dan ken en die hebben deze middag naar het Plopsa buffet gaan eten. Gaan een keer gaan horen wat dat zij ervan vonden. Want nu gaan we stoppen met zeveren daarover. Ik heb mijn zesje gedaan. Jullie kunnen goed voorbereid naar het park komen. En er was nog één iets dat ik wilde vertellen. Nog één iets. En dat is sinds dit jaar een beetje anders, nu dat ik hier toch ben aan de TikTok. Want vandaag hebben we ook een beetje gestemd voor dit. Vadertje Staat zit ook in Plopsaland. Jee, Vadertje Staat is hier. Ketnet staat een beetje los van Vadertje Staat, maar uiteindelijk is Ketnet ook van Vadertje Staat. En Vadertje Staat deed vroeger evenementen hier in het park. Maar dit jaar hebben ze nog maar één evenement gedaan hier in het park. Nee, twee. Dus Ketnet Carnaval was hier en dan had je nog Ketnet Pasen. Vorig jaar hadden we nog de kampioenen, hadden we nog Like Me, dacht ik, hadden we nog verschillende evenementen. Dit jaar was dat er niet. Dat is jammer. Dus de vraag is een beetje van, is Vadertje Staat al aan het besparen of niet? Dat weten we natuurlijk niet. Plopsa heeft hier een kasteel, een beetje Disney willen nadoen. Volgend jaar komt er een Spik Splinter nieuwe parade. Echte praalwagens, een beetje Disney getint. Als je de concepttekeningen ziet, dan ziet het er toch wel veelbelovend uit. Maar alles op concepttekening ziet er veelbelovend uit, dat is natuurlijk zo. Dus we gaan het volgend jaar ontdekken hoe het de realiteit gaat zijn van die paradewagens. Ik ben benieuwd. Een keer wat leuks doen. De Dino Splash.
hen daar ook altijd vragen naar om dat in de video te stoppen. De Splash. En eigenlijk hebben ze wel gelijk, want dat is een mega coole attractie. Het zitten hier niet alleen, want dat zijn de mensen die Buffet van eten. Hallo! Hoi hoi! En blijkbaar is er niet veel veranderd, alleen drank van Volanté met de laatste keer. Oh, dat was, hoe lang is dat al geleden dat geweest met Emiel? Oh, is dat geen 2 jaar geleden of zo? Nee. Dat was zeker verleden jaren niet, hè? Ja. Oké, ik ga het een keer opzoeken in de video, want dat ga je hier van boven terug kunnen vinden. Want het aanbod is niet zo superveel veranderd sinds de laatste keer met Emiel. Enkel dat er nu drankjes aan Volanté zijn. Ja. Maar zij hebben dat al uitgetest. Ja, eigenlijk moet zo hard. Ja, het zal wel. Het zal wel. Zoveel drinken dat je wilt. Ja. Voor weinig geld. Het is wel normaal, hè, dat er water in het bootje zit. Het is een splash, wat wil je? In een splash word je nat. Dat is de bedoeling van een splash. Het enige dat ik hier nog mis, hé. Weet je wat dat is? Nee. Dat is een goede regenbui. Het mis hier een goede regenbui. Ah, hier, in de papier van de lucht. Nee. Zo van die grijze wolkjes hier in de lucht in plaats van zon. Dat, ja, het is slecht weer vandaag. En dat regent, is het goed weer. Ja, dat wel. Tuurlijk, ik ben al meer regen gehad van de jaren dat mijn zon had hem. Dus tegenwoordig, dat regent, is het goed weer en dat de zon schijnt, like vandaag, is het slecht weer. Maar het is wel super mooi weer om te filmen. Ja, zalig. Het is zalig vandaag. Schone blauwe lucht. Hier in het gat van de dinosaurus. En dat een schetje lot stinkt dat er. Kijk hoe groen dat hier allemaal is. Ik zie veel groen. Ja, ik zie veel groen. Het is allemaal groen. Hey! Het is goed! Want dan is het vast dat het goed is. Zalig! Ik heb geen idee om hier af te komen. Nu worden we opgevreten van de dode dinosaurus. Het is toch plezant, de splash? Ja. Oh my god. Ik vind het leuk weer, de splash. Het is echt afgekomen. Ja, zie je nat? Ja. Chasse.
Ja. Hey. Ja, joh, jij de hoen vast. Nu wordt het plezant, hè? Ja. Kon ik hier tegen je komen? Kon je er een beetje tegen om? Oké. Ja, ik kan inderdaad een hoedje kopen. Wow, zo van al, hè? Het is nog binnen beperkt mij dat, hè? Het kan erger. Ja. Hoi, Ja, Mario was een beetje wild vandaag. Het was de balansie op de bonen. Ja, dat is dus het effect dat er turbulentie is in een vliegtuig. Hè. Dan krijg je dat. Daarom moet je altijd een gordel aan doen in het vliegtuig. Anders zit je tegen het plafond. Daarom hebben we er ook een gordel aan. Anders vliegen we er hieruit. Ja, maar dat is al zo. Dat is wel. Dus ja, het blijft fantastisch in die attractie. Ik vind hem super cool. Op reis met Oomba. Bravo, Boomba. Ga je nu naar Azië? Brr, wat is het koud hier in de sneeuw? Ga naar de ruimte. Met de boot? Nee. Met de sterren? Nee. Met een raket? Naar de jungle. Met de fiets? Nee. Met de trein? Nee. Met de jeep? Ja. Paris slaapt. Oei, de jeep zit vast in de modder. Wauw, zoveel vissen. Wat ik wel jammer ben, is dat ze het hier zo leeg stuk gedaan. Nee, maar ja, die heeft die projectie. Hè. Boomba springt op de trampoline. Ja.
tijd om afscheid te nemen. Pour des nouveaux pots de confiture.